Goedemorgen, mijn ontbijtje staat weer klaar, mijn theetje staat klaar en ja, ik wilde net gaan werken in mijn bed. Maar toen kreeg ik heel veel knaagjes, dus ik dacht, nou dan ga ik eerst naar beneden om te ontbijten. Het is 8:50, dus het is ook wel een mooie tijd om te ontbijten. Jordi is ook zo'n ontbijtje aan het maken. Ja, hij springt ook eens op. Oh, nou ja, dan heb je lekker veel melk misschien. Ja, ja. Daar kom je zo snel genoeg achter. Ja. Dus we gaan even ontbijten en dan aan de slag. Ik heb op dit moment mijn mond vol met een plakje kaas. Ja, want we zijn weer tot aan het maken. Ja. En we hebben weer een eiwitrijke brood, want daar hadden we nog best wel veel van over, volgens mij. Ja, omdat je dan telkens maar twee sneetjes neemt. Dat ook nog. Ja, dan moeten we even ook weer terug in de vriezer. En ook weer met gewoon brood. Mm-hmm. Vanochtend zijn we heel de tijd bezig geweest met het businessplan, althans deels. Want het moest voor 12:00 ingeleverd worden. Het is inmiddels 10:01, dus dat is allemaal geregeld. Ja, dat is allemaal keurig op tijd. Keurig netjes binnen de tijdlimiet. En jij hebt daar een vlog geëdit. Ja. En ik heb schema's gemaakt. Dus nu hebben we. Zo, nu hebben we. Zo. Rara. Ja. Een dimme lunch. Hier okay. Zo. On de toaster. En, blijf maar gewoon normaal praten. Want... Ja, ik ga even helemaal. Ja. Ik ben gewoon heel blij dat het is ingeleverd. Ja, hè? Dat kan ik aan je zien. Ja. Je ziet er gelijk ook een stuk beter uit. Nou, bedankt. Ja. En hoe zit het dan verder met sporten? Ja, dit gaan we eens eten en dan ga ik daarna weer verder met schema's. Ik ga nog wat andere werkdingetjes doen. De vlog editen vanmorgen. Community even community, nog. Community, ja, maar dat hoort bij andere dingetjes. Oké. Okay. En dan verder. Ja, sporten hebben we nog. Ja, sporten. Ik ga sporten of voor of na het eten. Dat weet ik niet hoe het uitkomt. Mm-hmm. En dan zonnebank. Maar als ik echt na het eten ga sporten, dan ga ik morgen zonnebanken. Oh. Want anders dan ben ik. Ja, dan is de voice ook weer te laat. Ja, nee. Dat... Dus dan doe ik dat morgen. Ja. Even kijken hoe het uitkomt. Oké. Okay. Nou, eerst maar even lekker eten. Ja. Dan zien we wel. Yes. Zo, ik heb net even boodschap gedaan bij de Lidl voor het weekend. Of nou ja, de komende 3 dagen. En we gaan vanavond iets heel lekkers eten. Namelijk pasta di barsa. Dus wat Jordi en ik daar altijd aten, want dat vonden we super lekker en het was heel makkelijk. Namelijk pasta met courgette, ui, champignon, paprika, tonijn, pesto, cream cheese en truffelolie. Ik weet het gewoon echt uit mijn hoofd. We hebben dat daar ja, een half jaar lang. Volgens mij al 260 dagen of zo. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nou, in ieder geval heel vaak gegeten. Dus dat eten we vanavond. Morgen eten we risotto. Ik zal even laten zien wat we precies gehaald hebben. Dat is makkelijker. Voor de risotto hebben we champignonnetjes. Dan hebben we verder... Oh ja, zondag gaan we een beetje Mexicaans eten. Iets met wraps en gehakt. En dan, of kip. En dan met bonen en mais. Dus dat hebben we gehaald. Deze hebben we voor bij de risotto. Dit is een mediterraanse. Die lijkt me heel lekker uit de oven. Met zo'n krokant korstje. Dan heb ik mijn best ervoor op de yoghurt standaard. Ja, yoghurt, kwark, melk. Oh ja, dit misschien als toetje. Want zoals je weet houden wij van toetjes. En ja, dit is dan gewoon nog een goede optie. Verder, ja, vooral gezond hè. Eigenlijk is het enige wat echt iets... Nou ja, we noemen producten nooit gezond of ongezond. Maar iets wat je niet echt in een healthy keuken zou terugzien is deze. Maar omdat het om balans gaat, hebben we die wel. En verder, oh ja, deze is ook heel lekker trouwens. Ontbijtkoek met noten en chocola. Sinaasappeltjes voor de vitamines. Tonijn voor op de pasta. Ja, dat is het wel. Dus dit hebben we even gehaald. Pasta di barsi staat op tafel. Oh nee, barsa. Pasta di barsa. En ja, het is dus pasta. Met groenten. Met tonijn. Met truffelolie. Met peper en zout. En pesto. Oh ja, en cream cheese. Dat is het. Het is echt super simpel, maar het is super lekker. Dus mocht je even geen inspiratie hebben, dan raad ik deze maaltijd zeker aan. Zie hier het eindresultaat van Jordi's bord. Ja, het smaakt eigenlijk precies hetzelfde. Het is toch, ja, dat brengt herinneringen. Ja, het is echt zo lekker. Ja. Dat eigenlijk gewoon een soort kale pasta lijkt, ja, maar het proeft gewoon heel lekker. Eigenlijk is het altijd ook. Het is heel erg simpel om te maken. Je gebruikt verder geen kruiden of zo. Jawel, kruiden wel. In de groenten, quesadilla kruiden. Ja, maar normaal gesproken niet. Wij deden altijd kruiden. Johnny Boer, altijd. Nou, jij maakt het Johnny niet natuurlijk. Het, ja, Johnny. Oh ja, Johnny. Johnny Boer. Ja. Ja, ik maakte het wel af en toe hoor. Ja, zonder kruiden dan blijkbaar. Ja, zonder kruiden. Maar daarom was hij toen zo lekker. Nee, dat was hij niet. Nee. Nou lekker eten. Ja. Daar zijn we weer. Terug van het sporten. Het is 8:45 en we hebben allebei een leg day gehad. Het ging maar allebei niet optimaal. Ja, we hebben het even besproken. Het was lek van niet lekker. Lekker. Ik was helemaal lek. Ja. Nee, maar ja, ik weet niet hoe het kwam. Soms dan stap je de sportschool in en dan
Dan denk je echt, wat doe ik hier? Maar of de kenning kan dan heel erg goed. Ja, soms wel. Of het is echt niet goed. Nou, bij mij was ze nu gewoon middelmatig. Het ging op zich, het ging wel prima, maar ik zat er niet zo echt vol in. Nee, ik zat er niet in, maar qua gewichten wat ik heb gebruikt ging het wel goed. Ja, dat wel. Maar geen echte... Nee, niet dat je denkt, yeah, lekker of zo. Dat heb ik soms ook wel eens. Dat ik echt, dat ik gewoon niet wil dat het voorbij gaat. Yeah, lekker. Ja, dat heb ik ook al gevoeld. Ja, oh, ja. Okay. Ja, lekker. Ja, lekker. Jij morgen neemt, ook sporten? Shaky nemen nu. Morgen, ja, ik denk het. Ik moet nog één keertje deze week, dus ik denk morgenochtend, ja. Jij? Ja, dit is van een planning, maar ik denk wel dat we dat kunnen regelen. Dat is een vraag van mijn baas. Oh, was het niet grappig? Van je baas? Ja, van jou. Oh, ja, ik ga daar even over nadenken. Ja. Maar dat komt wel goed. Ja, dat moet wel goed komen. Je hebt hard gewerkt deze week, dus ja, mag wel. Dus welke neem je nou? Ja, ik heb wat creatine. Oh ja. En dan heb ik, denk ongeveer 20 gram gebruikt. Oh, netjes. Dus ik heb echt een klein schepje en dan nog een toefje. Toefje. Ja, dus we gaan dit even drinken. En dan is dit de laatste maaltijd voor de echte grote maaltijd die eraan komen. En dat is een heerlijk stokbroodje bij The Voice. Neem je geen kwark? Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ja, ik krijg een kriebel. Ik ga even de voice kijken. Ja, laten we dat doen. Dus dat komt ja. Het is inmiddels 8:55 en ik heb eigenlijk al zin in mijn yoghurtje. Dus die heb ik gemaakt. Ik heb een kwartiertje geleden mijn shake op. En nu dit dus. Het zal wel door het sporten komen, denk ik. En aangezien we daar toch nog een stokbroodje nemen, is het niet erg om dit nu al te nemen. Want dan heb ik nog een lekker vooruitzicht van vanavond. Ja, gewoon yoghurt, granola, blauwbessen en kaneel. Niet anders dan anders. En zoals je ziet... valt de granola behoorlijk in de smaak. Tijd om weer nieuwe te maken morgen. Dit is het voor vandaag. Een kale kwark. Kale kwark. Ja. Nummer 1 staat dat ik geen granola mag. Volg mij op. Ik heb een waarschuwing gekregen. Ik heb met een stokbootje, een paar sneetjes en een heel klein kontje van de granola heb gekregen. Een heel klein kontje? Ja. Iedereen moest een kontje, maar jij wilde de hele tijd niet het kontje, snad je de laatste en die was het kleinst. Soms zit het ervan wat tegen. Maar je kan dat restje granola nog gewoon nemen? Oh, dat mag wel. Nee, maar dat hoef ik niet, want ik zit al best vol. Ik denk toch dat het door die pasta komt of zo vanmiddag. Ja, dat zou kunnen. Of vanavond. Vanavond was het. Dan, heel veel mensen vinden het vies, maar ik vind het wel lekker, zo'n kale kwark. Gewoon lekker fris. Jij krijgt het ook niet, hè? Nee, ik vind het echt niet lekker zo. Ik vind het echt heerlijk. Ik kan echt het liefst een hele grote... Ja, jij hebt dat altijd in een halve minuut op of zo. Ja, en dit is echt gewoon puur voor de eiwitten. Ja. Maar zo volgens mij begin ik een beetje verkoud worden. Oh jee. Nee, het zal wel niet. Maar dit is denk ik het einde van de video, hè? Ja, dat denk ik ook. Ik ga lekker naar bedje toe. Ja, de laatste week of zo, dus telkens hier gewoon in de spotlights het einde van de video. Ja, maar bedankt voor het kijken naar deze video. Ik weet niet precies wat er allemaal vandaag in zit. Niet zo heel veel volgens mij. Nee. Ja, het was gewoon, vandaag stond voor ons in ieder geval de focus op het afronden van het businessplan. Ja. Om die voor 12 uur in te leveren, wat schema's maken. Ik heb ook de meeste schema's heb ik nog af. Ja. Dus morgenochtend nog versturen. Ik heb alles af en verzonden. Oh, ja, allemaal. Jee. Oké. Okay. En dan morgen een zondagje? Ja. Ja? Nou, dit keer? Ja. Ja? Ja, morgen heb ik tijd. Oké. Okay. En dan sporten. Ja. Gaan we regelen. Ja, dat is hem dan, hè? Ja, dat is hem. Nou, bedankt voor het kijken en we zien jullie morgen in een nieuwe video. Want we zijn er iedere dag. Wat een feest.